Alles goed? Ja. Ga je een mooie foto maken of is het filmpje? Filmpje. Filmpje. Ah, moet ik nog de groeten doen? Ja. Ja, hartelijke groeten van Nadir. We zijn hier op de Fata Morgana met Klein. Kijk even mee. Hier achter mij is de minaret van de Fata Morgana. Is mooi, hè? Ja. Ik ga naar mijn winkeltje toe. Ik ga proberen mijn spullen te verkopen. Alles voor één kameel. Veel succes. Dank je wel. Welkom op het Fata Morgana-plein. Hebben we het een beetje naar onze zin? Ja. Alleen de kinderen. Hebben wij het een beetje naar onze zin? Ja. Oké, goed zo. Nou, hier op de Fata Morgana-plein. Ik ga jullie eerst even vragen, als je het lukt, kom nog even een klein stukje dichterbij. Maken we een beetje kleine ruimte voor de mensen daarachter. Wow, niet alleen de kinderen, ook de grote kinderen. Kleine stukje dichterbij. Ga lekker zitten, geen probleem. Dames en heren, hier op de Fata Morgana-plein, het is één groot feest. Het gezelligste plein van heel de negen pleinen van Stijn, wat mij betreft. Ik zal nog even aankondiging maken van mijn grote vrienden die ik heb meegenomen vanavond. Want ik ben niet alleen gekomen. Wij zijn met een grote karavaan deze kant opgekomen. Hier achter mij, daar aan jullie rechterkant, is mijn broer Ali is bezig. Ali is de beste ijskoman van de Sahara.
Ali, ook wel bekend als IJsko Ali. Hij maakt voor jou de ijsje voor een kleine donatie. Als je trek hebt in ijsje, ga gerust even bij Ali langs. Je moet wel gevoel voor humor hebben, want hij heeft het niet. Dus ga even kijken. Hier achter mij aan de rechterkant is mijn andere broer Mustafa, bezig met onze grote vriend Rashid om hun tapijten te slijten. Als je tapijtje nodig hebt, je gaat gewoon even bij ze langs. Als je echt mooie tapijtje nodig hebt, je blijft gewoon hier, want ik heb het mooiste tapijtje van heel de Efteling. Kom ik zo meteen op terug. En als laatste, als je een mooie, blijvende herinnering wilt maken aan jouw prachtige avondje Efteling, je gaat nog even naar de wachters van de Sultan Ali. Ali en Ali, ze gaan met jou op de foto in een prachtig decor, de troon van de sultan, met op de achtergrond de minaret van Fata Morgana. Je krijgt hem mee in een mooie lijstje. Jouw avond kan niet meer stuk. Maar dat allemaal terzijde, hier op deze podiumpje, ik ga aan jullie laten zien de mooiste spullen uit de Sahara uit mijn winkeltje. Ik zal eerst even de winkeltje openmaken. Jullie tekst is oh. Ja, heel spontaan, heel goed. Het mooie is, zij roepen ook, oh, maar hebben nog niks kunnen zien, want alleen deze kant is nog maar open. Maar ik ga deze kant ook openmaken. Nu nog een keertje. Oh. Oh! Dames en heren, alles in mijn winkeltje is vanavond te koop. Ik moet overal vanaf, het is allemaal mooie spullen. Hè? En het is allemaal te koop. Ik ga beginnen met het eerste dingetje. Wie van jullie kan mij vertellen, wat is de Sahara? Deze meneertje weet het, deze mooie meisje weet het. Deze meneertje, kom even naar mij toe. Jij krijgt een groot applaus van al mijn potentiële klanten. Hoe is jouw naam? Mijn naam is Jasper. Jasper is de mooiste naam die ik ooit gehoord heb. Aangenaam kennismaken, mijn naam is Nadir. Jasper, jij gaat ons vertellen wat het betekent Sahara. Wat is dat? Sahara is de grootste woestijn van de wereld. De Sahara is de grootste woestijn van de wereld. Applaus is goed geantwoord. Ga lekker zitten. Sahara, in het kort samengevat, uit de hand gelopen zandbak, dames en heren. De Sahara. Waar je ook kijkt in de Sahara, overal zand. Als je voor jou kijkt, zand. Als je achter jou kijkt, zand. Als je links van jou kijkt, zand. Als je rechts van jou kijkt, zand. Als je beneden kijkt, zand. Als je boven... Als je boven jou kijkt, ook zand. Als zandstorm is, ook zand. Dames en heren, in de Sahara, overal zand. Maar Sahara zand is niet gewoon zand. Sahara zand, het brengt jou geluk. Oh, ik zal even laten zien. Sahara zand, ik heb een klein beetje meegenomen in deze potje. Oh, hij zit een klein beetje vast. Wacht even, ogenblikje. Ja, Sahara zand. In deze potje, er zit een klein beetje Sahara zand. Zou jij nog even bij me willen komen? En dan mag je even jouw hand ophouden. Ik ga jou namelijk gratis een klein beetje... Gratis. Oh. Wat zeg je? Geen Sahara zand? Woestijnzand is bruin? Terug naar je plek. Wie wil mij helpen? Eigenwijs. Deze mooie meisje. Heel goed. Ben je wel eens in de Sahara geweest? Nee. Maar je hebt het wel eens gezien? Oké, niet verklappen. Het is gewoon broodkruim. Kom even bij mij staan. Hoe is jouw naam? Pien. Pien? Dat is de mooiste naam die ik ooit gehoord heb. Ik heet Nadir. Ja, daarnet was jouw mooiste naam, maar toen had ik haar naam nog niet gehoord, snap je? Hou even je hand op. Jij krijgt van mij gratis een beetje Sahara zand. Je mag er voorzichtig aan ruiken. Over deze zand heeft kameel heen gelopen. Pien, luister goed. Goed bij jou houden. Deze kleine beetje Sahara zand, het brengt jouw geluk tot 12 uur vanavond. Je begint al te lachen, dat gaat al goed. Maar ik moet ook een waarschuwingje maken. Als je zo dadelijk per ongeluk in de Python of Baron 1898 terechtkomt, even jouw andere hand er overheen. Anders ben je in één klap jouw geluk kwijt, oké? En als je in de Piranha Wild Waterbaan terechtkomt, ook jouw andere hand er overheen houden. Anders Sahara zand wordt Sahara modder. Is niet handig, oké? Goed bij je houden. Jij bent tot 12 uur vanavond de gelukkigste meisje van heel de Efteling. En het begint al met een gigantische staande ovatie. Hoe voelt dat? Gelukkig, hè? Heel goed. Voorzichtig van het podium. Het zou vervelend zijn als je nu op je gezichtje gaat. Dan heb je geen geluk. Oké, dames en heren, dat was een klein beetje gratis. Maar in deze potje, hallo, ik ben gekke Ali niet. Ik ga niet gratis weggeven. In deze potje, er zit genoeg geluk voor 3,5 maand aan één gesloten geluk.
Ik ga de prijs bekendmaken van deze mooie productje. Het... Wat zeg je? Eén kameel. Hoe wist je dat? Je hebt hier al vaker gezeten. Ja, je komt me bekend voor. Eén kameel, dames en heren, voor deze hele potje. Prachtige mooie Sahara-zand. Zoveel geluk heb je nog nooit gehad. Ik zie dat jullie nog even de hand op de kameel houden. Nog even willen afwachten wat er nog meer voor moois komt. Ik snap het, geen probleem. Ga ik gewoon nog even door. Wie van jullie, hij of zij, ze houden van lekker snoepen? Alleen de kinderen. En de grote mensen, ze houden niet van snoepen, kan ik niet geloven. Er staan heel veel grote mensen bij. Ze houden zeker weten ook van lekker snoepen. Ik heb meegenomen het lekkerste snoepje uit de woestijn. Dames en heren, goed kijken, nergens te krijgen. Niet bij de Jamin, niet bij de Nemin, nergens, alleen bij mij. De kameelstok. Oh, teleurgestelde gezichten. Ik zie de gezichten ongeveer zo. Luister goed. Hij lijkt, ik snap de verwarring, hij lijkt een beetje op een kaneelstok. Ja, ziet er ongeveer hetzelfde uit. Maar dames en heren, het is geen kaneelstok, het is kameelstok. De kaneelstok, je kan op de kermis krijgen, allemaal leuk en aardig. Maar de kameelstok, je kan alleen bij nadier krijgen. De kameelstok, je herkent hem als hij twee bulten op zijn rug, is wel degelijk iets compleet anders dan een kaneelstok. De kameelstok is speciaal vanavond voor jullie allemaal te koop, voor een speciale prijs. Ik zal heel gul blijven. Niet één kameel, maar twee kamelen heel... Nee, dat is een stomme aanbieding. Halve kameel, dames en heren. Niet één, maar halve. Gewoon door midden klieven, geen probleem. Niemand... Eén dromedarisch mag ook. Niet? Jullie houden niet van zoetigheid. Misschien toch eerder hartige hapje? Hartige hapje heb ik ook meegenomen, dames en heren. Geen probleem. Salami alaikum. Ook niet. Wie van jullie kan mij vertellen wat is de betekenis van de woordje... Fata Morgana. Deze meneertje, die meneer. Verder, deze mooie meisje. Deze meneer met een mooie hoedje. Kun je even bij mij komen? Gaan we even luisteren of jij inderdaad weet wat de betekenis is van de woordje Fata Morgana. Hoe is jouw... Nee, dat zijn twee woorden, ja. Van wie is deze? Wat is de betekenis? Nee, ik ga eerst vragen, hoe heet jij? Jesse Scott? Is mooi. Zijn twee namen, hè? Twee namen, heb je het in de gaten? Zijn de mooiste twee namen die ik ooit gehoord heb. Mijn naam is Nadir, aangenaam kennismaken. Je hebt een paaskuikentje bij je? Leuk, goed bij je houden. Luister naar mij, wat is de betekenis van het woordje Fata Morgana? Weet jij het? Het land van mij, Fata Morgana. Ik denk, dames en heren, dat het een van de twee goede antwoorden is. Applaus voor de jongen met de dubbele naam die ik alweer vergeten ben. Het is goed geantwoord. Fata Morgana, kijk even achter jou. Deze mooie paleis, zij heet Fata Morgana. Maar, ga je straks daarin? Heb ik nog... Je gaat er soms in. Je bent al geweest. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Luister goed. Fata Morgana is die mooie ding waar je soms in gaat, al bent geweest, weet ik veel. Maar Fata Morgana betekent nog iets anders. Ga maar voorzichtig zitten. Applausje voor deze meneer met de mooie naam die ik alweer vergeten ben. Fata Morgana, dames en heren. Als ik Fata Morgana zeg, meestal de mensen kijken zo. Daarom ik maak uitlegje wat het betekent. Fata Morgana, het betekent luchtspiegeling. Oh, jullie kijken nog steeds zo. Luchtspiegeling, dames en heren, hij of zij, het betekent, jij ziet dingen die er helemaal niet zijn. Fata Morgana, jij ziet dingen die er niet zijn. Bijvoorbeeld, jij loopt door de woestijn, warm, jij wordt een beetje, jij wordt een beetje gek, jij gaat dingen zien die er helemaal niet zijn. Bijvoorbeeld, in de verte een klein cafeetje aan de haven, met boven de deur neonletters. Limonade! Jij denkt, daar moet ik zijn! Je rent naar de kleine cafeetje aan de haven, maar aangekomen bij de kleine cafeetje aan de haven. Er is helemaal geen kleine cafeetje aan de haven. Je hebt dingen gezien die er helemaal niet zijn. Fata Morgana. Dames en heren, jongens en meisjes, nu is het mogelijk jouw eigen Fata Morgana te beleven op ieder moment van de dag dat jij jouzelf kan uitkiezen. Ik moet een klein beetje voorzichtig zijn wat ik nu ga laten zien, dames en heren. Het is eigenlijk illegaal. Jouw eigen Fata Morgana op ieder moment van de dag.
Goed kouwen. En jij ziet dingen die er helemaal niet zijn, dames en heren. Wauw. In deze potje er zit genoeg Fata Morgana voor 3,5 week. Koek, koek. Is echt heel mooi, hè? Jij ziet 3,5 week dingen die er helemaal niet zijn. Mooie tripje, echt heel mooi. Voor één kameel de hele potje. Eén kameel. Heb je kameel weten? Nee, je hebt een kuikentje bij jou, is geen kameel. Misschien ik moet nog even laten zien hoe een kameel eruit ziet. Ik zie kleine verwarring bij sommige mensen. Wat is een kameel eigenlijk? Ik heb een voorbeeld kameel meegenomen. Uit mijn kerststalletje, dames en heren. Voorbeeld kameel. Dit is natuurlijk een bonsai model. Normaal, ze zijn een stukje groter. Maar hij ziet er hetzelfde uit. Twee bulten op zijn rug. Gekke nekkie. En hij stinkt. Kameel, maar dan heel groot. Jullie weten hoe je aan kameel kan komen, want ik heb het idee, niemand heeft je kameel bij zich op dit moment. Ik kan jullie een tipje geven hoe je aan kameel kunt komen. Wil je alsjeblieft een klein beetje rustig zijn, anders hoor ik mijzelf niet. Goed, dan denk je wel. Een kameel, hoe je daaraan kan komen, dames en heren, is heel makkelijk. Hier in de Fata Morgana, er bevinden zich 3 kamelen. Hoe ga je te werk om vanavond nog gratis, kameeltje te pakken te krijgen. Jij gaat jouzelf voorzichtig naar binnen in de verboden stad Fata Morgana. Trappetje af. Trappetje af. Jij zet jouzelf via de draaischijf. Oh, voorzichtig op de draaischijf is heel moeilijk altijd. Op de draaischijf. Jij zet jouzelf in de bootje. Jij laat jouzelf in de bootje varen door de slootje. Tot deze plek waar zij zich bevinden. De kamelen. In Fata Morgana, er zijn 3 kamelen. Jij kiest jouzelf de mooiste kameel uit. En jij kijkt deze kameel diep in zijn ogen. Jij kijkt deze kameel heel diep in zijn ogen. Misschien je kijkt deze kameel iets te diep in zijn ogen. De kameel wordt agressief en springt zo bij jou in bootje. Is destijds bij Bogito ook gelukt. Hij zit naast jou in de bootje. Dames en heren, je laat jou verder varen door de slootje naar de plek waar zij zich bevinden. De buikdangeresse. En je gaat een stukje verder en dan kom je aan. Oh, pas op, kijk uit. Bij de draaischijf. Kamelen zijn heel onhandig met draaischijven. Daarom je kan beter de kameel op jouw schouder nemen. Voorzichtig. De trappetje op. Trappetje af. Jij komt met jouw kameel bij mij, zet hem op de podium. Pjop. Eerlijk oversteken, jij kan uitzoeken uit mijn winkeltje wat jij maar wil. Is het duidelijke verhaal of niet? Ik zou zeggen, er zijn 3 kamelen en jullie zijn met z'n 80 heel snel lopen. Of willen jullie toch nog even kijken wat ik nog meer voor mooie spullen in mijn winkeltje heb? Jullie mogen nog even 1001 nachtje overslapen, geen probleem. Laat ik nog even een mooie spulletje zien. Ogenblikje. Wie van jullie, zij houden van lekker ruiken? Weer alleen de kinderen. En die meneer daar. Alle grote mensen, ze houden niet van lekker ruiken. Ik dacht al, wat ruik ik allemaal? Maar dat zijn die grote mensen waarschijnlijk. Ze houden niet van lekker ruiken. Dames en heren, ik heb meegenomen deze het lekkerste loegje uit de woestijn. Nergens te krijgen, alleen bij mij. Fata Morgana. Oh, Fata Morgana. Alleen bij mij te krijgen is echt heel lekker. Met de wilde frisheid van cactussen. Prikt niet alleen in de ogen, dames en heren. Is heel onaangenaam eigenlijk. Maar lekker onder de oksels, onder de douche. Fata Morgana, familieverpakking. Lekker met z'n 6 tegelijk onder de douche. Geweldig. Niemand. Oké. Kijken, niet kopen vanavond. Wie van jullie, mag ik even vragen, wie van jullie heeft thuis een lieve babytje? Klein broertje of zusje? Jij? Ja? Hoe is het, een meisje of een jongetje? Jongetje, hoe is zijn naam? Jeremy. Jeremy is de mooiste naam die ik ooit gehoord heb. Jeremy is een kleine jongetje en hij slaapt in een bedje. Wat voor bedje? Wiegje? Babybedje. Babybedje, heel goed. Bij ons in de Fata Morgana, dames en heren, babytjes, ze slapen niet in een gewone babybedje. Bij ons in de Fata Morgana, babytjes slapen in een speciale bedje. Zal ik hem laten zien? Ik heb meegenomen. Is te kopen voor 1 kameel. Bij ons in de Fata Morgana, babytjes, ze slapen in een speciale bedje. Baby spijkerbedje, dames en heren. Is een groot voordeel van een baby spijkerbedje. Babytje kan nooit uit bedje vallen. Goed aandrukken.
Babytje kan nooit uit het bedje vallen. Nee. Nee, is dat, ja, zielig. Is natuurlijk een grapje. Hallo. Is Fata Morgana grapje? Nee, nee, nee. Babybedje in de Fata Morgana ziet er zo uit. Dit zijn de pootjes. Dit is je bovenkantje. Hier ligt matrasje op. Kussentje erbij. Tekentje erbij. Plastic kameeltje aan de muur. Het touwtje eraan. Je kan vlak voordat de babytje gaat slapen aan het touwtje trekken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Totdat hij slaapt. Pas als de babytje 18 jaar is, dan draai je de bedje om. En dan kan de kindje op de spijkerbedje slapen. Dus instapmodel spijkerbed, zeg maar. Nu te koop, dames en heren, voor, maar, en u raadt het al. Eén kameel. Dus mooie prijs, hoor. Weet je wat ik doe? Ik maak prijsknaller, bonuspakker, halve kameel. Dromedaris. Schapie. Kaviaatje. Fruitvliegje. Ja. Heb je fruitvliegje bij jou? Is boterhamzakje. Nee, 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 dat trap ik niet in. Oké, niemand voor deze. Nou, dat wordt nog wat. Wie van jullie is dierenliefhebber? Dierenliefhebber, even kijken. Deze mooie meisje, kom jij even bij mij? Je krijgt een groot applaus om te beginnen van al mijn potentiële klanten. Dag mooie meisje, hoe is jouw naam? Quincy. Quincy? Is het mooiste naam die ik ooit gehoord heb. Quincy, mijn naam is Nadir, aangenaam kennis maken. Jij bent liefhebber van diertje. Wat is jouw lievelingsdiertje? Een spin. Een spin? Wauw. Dat komt goed uit. Kom even bij mij staan. Met jouw gezicht naar mijn potentiële klanten. Heel goed. Luister goed. Ik heb namelijk meegenomen een van jouw lievelingsdieren. Hier in mijn rechter borstzakje. Ik heb namelijk meegenomen... Nee, een spin. Vogelspin. Oh, op zijn kop. Vogelspin. Ben je niet bang voor, hè? Heel goed. Goed recht blijven staan. Er kan bijna niks gebeuren. Er kan wel iets gebeuren. Er gebeurt heel vaak wat. Maar als je voorzichtig stil blijft staan, er kan bijna niks gebeuren. Dames en heren, deze dappere meisje heeft op haar hoofd een levende vogelspin. Ik zie sommige mensen zo kijken. Zal wel, Nadir, is helemaal geen vogelspin. Is wel vogelspin, dames en heren. Je herkent hem aan het feit dat ik kan vliegen. Alleen echte vogelspinnen kunnen vliegen. Maar het mooiste, dames en heren, het is geen gewone vliegende vogelspin. Het is namelijk, let goed op. Een Australische vogelspin. Hij komt altijd op een of andere manier weer bij je terug. Heel mooi. Wil je deze graag hebben? Ja, kost één kameel. Heb je een kameel bij jou? Echt waar? Waar? In je achterzak. Waar is de kameel dan? Je moet het dadelijk bij je broers halen. Moet ik bij mijn broers halen? Oh ja. Ik geloof niet dat deze koop doorgaat, heb ik het idee. Je krijgt wel een applausje, maar dit is natuurlijk niet... Nee, dan hou ik hem nog even bij mij. Oké. Dierenliefhebbers nog meer? Jullie zijn allemaal... Ja, ik zie veel dierenliefhebbers. Oké, ik heb nog een diertje bij mij. Alleen deze diertje is gestopt met ademen. Is hele mooie, bijzondere diertje. Is eigenlijk een wonder der natuur, dames en heren. Voorzichtig, ik zal hem tevoorschijn halen. Nog nooit vertoond een wonder der natuur. Een opgezette, met opzet, krokodillenbaby. Maar als je goed kijkt, en als je niet goed kijkt, zie je trouwens ook al. Hij heeft één lichaampje. Maar twee koppen, het is een wonder der natuur. Het is een Siamese krokodillenbaby, dames en heren. Oh. Ik heb zij twee koppen voor de duidelijkheid twee verschillende namen gegeven. Zo kan ik ze uit elkaar houden en dan luisteren ze afhankelijk van elkaar als ik ze roep. Zij rechterkop, voor jullie links. Ik heb de naam gegeven van mijn broer Ali. Is ook zo lelijk. Hij heet Ali, deze Ali. Die andere heeft een andere naampje. Wie weet misschien hoe de andere zou kunnen heten? Wat zeg je? Gator. Jij bent vaker hier geweest. Ja, weggrapje. Dames en heren, Ali Gator. Tada! Bedankt. Oké. Het is allemaal timing, maar ja, dat gaat nou niet meer. Dames en heren, Ali Gator, je houdt ze uit elkaar door inderdaad Ali en Gator te roepen. Dan weet je precies wie er luistert. Ali Gator is te koop voor één kameel, want het is echt een heel mooie avond vanavond. Normaal gesproken zou ik zeggen 16 kamelen, maar één kameel voor vanavond is ook goed. Nog steeds niemand. Jullie houden allemaal de hand op de kameel. Ah, ja. Ik heb nog een beestje. Wacht even, doe ik deze gewoon weg.
Even kijken, waar is. Ik had vroeger namelijk, toen ik nog kleine nadiertje was, ongeveer 5 jaar, zo groot was ik, ik heb een eerste kameeltje gehad. Mijn eerste kameeltje, ach, ik weet maar goed. Haar naam was Scheherazade. Scheherazade was mijn allereerste kameel. Op Scheherazade, ik heb leren kameel rijden. Ik zal haar er even bij halen, dames en heren, hier onder de doekje. Ik heb haar verstopt. Oh, voorzichtig. Ja, ze is toch al dood, maakt niet uit. Dames en heren, deze mooie, prachtige kameeltje is Scheherazade. Alleen haar hoofdje, de rest is al een beetje vergaan, zeg maar. Maar Scheherazade hangt bij mij in de tent aan de muurtje. En Scheherazade, ik zei het al, ik heb op haar leren kameel rijden. Met zijwieltjes natuurlijk, hallo. Je moet altijd voorzichtig beginnen. Met zijwieltjes. Maar zij was zo'n lieve kameeltje. Toen zij eenmaal stopte met ademen, ik kon zo moeilijk afscheid nemen van Scheherazade. Ik heb haar altijd bij mij gehouden. Pst, op een plankje aan de muur. Geweldig, hè? Scheherazade luistert heel goed naar mij. Zij is het altijd met mij eens, Scheherazade. Behalve als ze een keer niet zo eens is, ja, dan kan ze nog wel eens een beetje chagrijnig worden. Maar normaal gesproken, zij is altijd met mij eens. Als ze niet met mij eens is, dan gaat ze altijd een beetje spugen. Oh, sorry. Maar ze bent niet met mij eens. Ben je erg nat geworden? Valt wel mee, hè? En nu? Okay. Dames en heren, Scheherazade, spugend kamelenkopje. Ik kan moeilijk afstand doen van Scheherazade. Maar ja, hey, voor een kameel doe ik alles. Eén kameel. Eén kameel. Twee kamelen. Dat niet. Heb je kameel gezien in de Fata Morgana? Niet! Dan hebben andere mensen het al weggehaald. Ik heb net uitgelegd hoe het kan. Oké, okay, dacht deze ook niet. Okay. Nou, dat wordt wel heel lastig. Nou. Goed hangen, Scheherazade. Goed hangen. Zo. Jullie weten allemaal wat dit is, jongens en meisjes, dames en heren. Deze. Oh, 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 wacht even. Ah, ik hoor heel veel verkeerde antwoordje. Ik hoor heel vaak zeggen vliegend tapijt. Oh, wacht even. Waarschuwingje voor jullie eigen bestwil. Stel, er wordt jou een vliegend tapijt aangeboden. Niet doen! Nooit doen. Een vliegend tapijt, je moet nooit kopen. Want een vliegend tapijt, je hebt altijd spijt. Stel, jij koopt een vliegend tapijt. Het is mij wel eens overkomen. Ik had een vliegende tapijtje gekocht. Ik denk, wauw, mooi zeg. Ik kwam in mijn tentje. Ik dacht, ik leg hem even voor mijn open haartje. Wauw, dacht ik, hij is zo mooi. Ik ga ervan genieten onder genot van lekker kopje koffie. Ik liep mezelf naar mijn keukentje toe. Ondertussen had ik daar een espresso-apparaatje. Poging tot imitatie van een espresso-apparaatje. Is niet helemaal gelukt, maar voor het idee is goed genoeg. Ik had kopje koffie, ik kwam terug bij mijn tapijtje. Ik kwam terug bij mijn tapijtje, maar het tapijtje was natuurlijk weggevlogen. Vliegend tapijt is weggevlogen. Dat is tot 3 keer toe gebeurd, dames en heren. Toen had ik er genoeg van. Heb ik iets anders gedaan, heb ik een ander tapijtje gekocht. Ga ik zo uitleggen. Mijn opa is helemaal slim geweest. Mijn opa, misschien jullie kennen hem, hij woont in het Sprookjesbos. Hij heeft een lange witte baard en een grote witte tulband op zijn hoofd. Kennen jullie hem? Vaak hier, ja. Hij is heel vaak hier. Ja, bijna elke dag. Mijn opa is ook heel veel problemen heeft hij gehad met vliegende tapijtjes. Mijn opa doet namelijk fluiten naar tulpen. Normale mensen, zij doen niet fluiten naar tulpen. Ze doen ze schuin afsnijden. Maar mijn opa doet er naar fluiten. Wat deed hij? Hij zat te fluiten naar zijn tulpen. Hij dacht, ik ga een stukje vliegen op mijn nieuwe vliegende tapijtje. Hij klom naar boven in zijn torentje. Ging op zijn tapijtje zitten, want zijn tapijtje was weggevlogen. Tot 24 keer toe, het is fout gegaan. Iedere keer opnieuw, zijn tapijtje was weggevlogen. Totdat mijn opa een hele slimme ingeving kreeg. Mijn opa is namelijk geen domme man. Als je goed kijkt, je kan het nog zien. Mijn opa heeft zijn tapijt aan touwtjes vastgemaakt. Kan alleen nog maar naar links en naar rechts. Naar links en naar rechts. Slimme opa. Maar goed, vliegende tapijtje nooit kopen. Daarom heb ik voor jullie geen vliegend tapijt. Maar kijk goed, dames en heren, jongens en meisjes. Als je goed kijkt, je kan het al zien. Het is geen vliegend tapijt, maar een liggend tapijt. Een liggend tapijt, dames en heren. Het grote voordeel van een liggend tapijt is, jij denkt, wauw, mooi een liggende tapijtje. Ik ga ervan genieten onder genot van een kopje koffie. Jij loopt jouzelf naar jouw keukentje. Jij zet een kopje koffie voor jezelf. Nog slechtere imitatie van een espresso-apparaat dan daarnet, maar je snapt de bedoeling. Je loopt terug naar je tapijtje en wat denk je? Hij ligt er nog steeds! Oh, daar gaat mijn koffie. Nou, het tapijtje ligt er nog steeds. Je kan er tot de lengte van jaren van genieten, dames en heren. En als jij denkt, oh, ik ben mijn tapijtje zat,
Geen probleem, je kan hem altijd nog in jouw open haartje leggen. Hij is zo weer weg. Vliegt hij alsnog in 1000 stukjes. Liggend tapijt, dames en heren, te koop voor jou. Voor, daar komt hij. Een kameel. Kijk, 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 kan niet kopen, dames en heren, jongens en meisjes. Ik blijf volhouden, ooit zal het mij lukken. Ik heb nog meer mooie spullen, ik heb nog meer mooie spullen. Even goed nadenken, even goed nadenken, even goed nadenken. Wat heb je nodig als jij een wandeling gaat maken door de Sahara? Water! Deze mooie meisje, water is de goede antwoord. Dames en heren, water heb je zeker nodig als je wandeling gaat maken door de Sahara. Maar, grote probleempje. De Sahara is heel groot. Een flesje water is doorgaans heel klein. Daarom, de flesje water is vaak al leeg voordat je halverwege bent. Groot probleem. Maar, ik heb voor jou de oplossing. Want ik heb zelf gestolen uit het... Ik heb zelf gevonden, dankjewel. In de schatkamer van Fata Morgana... Hebben ze niet in de gaten gehad. In de schatkamer van Fata Morgana heb ik zelf gevonden een toverkruik. Dames en heren, mag ik jullie vragen even een klein stukje achteruit te gaan? Ik heb even een klein beetje nodig. Ik ga een beetje water gooien. De toverkruik heb ik hier in deze mooie mand zitten. De toverkruik, dames en heren, zelf gevonden, is heel mooi. Want, stel jij maakt een wandeling door de Sahara. Let goed op, voorbeeldwandeling. Op een gegeven moment... Het is geen espresso-apparaat, maar dan had ik dorst. Dorst. Geen probleem, je neemt jezelf een slokje uit deze betoverde kan. Hopzakee. Jij loopt een stukje verder. Weer dorst. Maakt niet uit. In jouw kan zit altijd water. Hopzakee. Ja, totdat hij natuurlijk, eerlijk is eerlijk, totdat hij gewoon hartstikke leeg is. Dan heb je een grote probleempje. Dan kan je dorst hebben wat je wil, maar kan je niet meer drinken. Maar niet met deze kan, want let goed wat er gebeurt. Jij maakt weer een wandelingetje. Dorst. Geen probleem. Je neemt namelijk een slokje uit je kan en kijk, er zit toch weer water in. Ja, maar eerlijk is eerlijk, op een gegeven moment, hij is natuurlijk echt leeg en dan houdt het op. Bij een normale kan. Bij deze niet, want kijk wat er gebeurt. Hoeveel wandelingen je ook maakt, elke keer opnieuw zit er water in deze kan. Dames en heren, hoe leeg hij ook lijkt, in deze kan, u mag klappen zometeen, zit altijd water. Wow. Wow. Ja, ja, is geen rotzooi, dames en heren. Ik weet ook wel, de rest wat ik sta aan te prijzen is allemaal rotzooi. Maar deze is echt heel mooi. En daarom kost hij niet 1 kameel, niet 2 kamelen, maar 3 kamelen. Niemand heeft je kameel. Hebben allemaal op de keukentafel laten liggen. Volgende keer kameel meenemen. Maakt niet uit, ik ga toch nog even laten zien. Je kan altijd jouw kameel nog opsturen naar de Efteling. Je stopt kameel in een envelopje, een paar gaatjes in maken. Kamelen kunnen heel lang zonder water, maar niet zo lang zonder lucht. Oké, okay? Paar gaatjes in maken. Je schrijft erop, Efteling, ter attentie van Nadir. Je stopt kameel erin, in de briefbus proppen, een beetje proppen zo. Hij komt vanzelf bij mij aan, ik stuur jou vanzelf iets terug. Als je 3 kamelen opstuurt, jij krijgt deze van mij. Geen probleem. Oké, ik ga gewoon nog even proberen, want ik heb het idee, er zit een moment aan te komen dat iemand toch ineens zijn of haar kameel naar voren duwt. Even kijken. Wat heb je nog meer nodig als je een wandeling gaat maken door de Sahara? Water en... Weet jij het? Zand. Hele slimme meisje. Dames en heren, zij heeft een goede antwoord. Als jij een wandeling gaat maken... Nee, geen kameel. Nee, kameel niet, dan is je geen wandeling meer, dan is een ritje door de woestijn. Nee, als je wandeling door de woestijn gaat maken, je hebt nodig de platte grond van de Sahara, dames en heren. Ja, ja. Volledig op schaal getekend. Alle zandkorrels staan erop, dames en heren. Als je even niet meer weet, wat betekent dit eigenlijk allemaal? Je kijkt op de legende, je ziet, zand. Heel goed. Als je helemaal de weg kwijt bent, je kan ook op de achterkant kijken, hij gaat gewoon door. Dames en heren, de platte grond van de Sahara. Nergens te koop, alleen bij Nadir, voor een halve kameel. Gewoon even door midden knippen, geen probleem. Halve kameel, dromedaris is ook goed, als je maar 1 bult op zit. Niemand voor de platte grond van de Sahara. Weer niks verkocht. Schildpad? Heb jij een schildpad thuis? Heeft hij 2 bult op zijn rug? Nee, wel 1. Dat is je schild waarschijnlijk. Ja, ja, precies. Nee, dat is toch iets anders. Even kijken, die heb ik laten zien. Oh, oh. Wie van jullie, zij zijn natuurliefhebbers?
heel veel natuurliefhebbers, de grote mensen allemaal niet zouden zien. Even kijken, natuurlijk. Dit is een mooie meisje. Kom even bij mij als je wilt. Even ijsje. Ja, voorzichtig. Pas op, mama eet ijsje verderop. Hoe is jouw naam? Zeg nog eens, Richelity? Richelity is de mooiste naam die ik ooit gehoord heb. Aangenaam kennis maken. Mijn naam is Nadir. Jij bent natuurliefhebber. Wat is jouw lievelingsplantje? Bloemen in het algemeen. Heel goed. Zeg nog eens één keer je naam. Richelity, kom even mooi op de kleedje staan. Ik heb namelijk een hele mooie plantje bij mij. Nog nooit vertoond, dames en heren. De Zuid-Afghaanse reuzencactus. Jullie tekst is zo dadelijk als ik hem laat zien. Oh, als ik hem laat zien, hè. De Zuid-Afghaanse reuzencactus, dames en heren. Ik zie toch sommige mensen enigszins teleurgesteld kijken. Kan ik me wel voorstellen, Richelity. Luister goed. Dit is natuurlijk niet de reuzencactus. Ja, het is hem wel, maar het is stekkie van reuzencactus. Het is een stekkie van reuzencactus van 4 meter hoog. Oh, het enthousiasme is ongelooflijk. Luister goed. 4 meter hoog, maar dit is een stekkie. Je weet wel wat een stekkie is? Vertel even, wat is een stekkie? Een stukje van een plant, heel kort uitgelegd, heel goed. Heel langdradig uitgelegd, ga ik nu doen. Als jij een mooie, prachtige plant ziet, jij denkt, wauw, mooie grote, mooie plant, zeg, die wil ik graag hebben. Maar het kan niet, want het is niet jouw plant. Het is geen probleem, je gaat inderdaad een stukje van plant afknippen. Pst. Je neemt mee naar huis, doet een nieuwe potje, je bent er heel lief voor. Het wordt vanzelf uiteindelijk net zo'n mooie grote plant. Heel goed van jou. Dit is een stekkie van een reuzencactus van 4 meter hoog. En ik zie sommige mensen heel erg ongelooflijk kijken. Ik heb een foto bij me, Richelity, waarop ik kan laten zien dat het echt een cactus was van 4 meter hoog. Als je deze even wil vasthouden, alsjeblieft. Mijn broer Ali heeft een mooie foto van mij gemaakt toen ik naast de cactus stond. Dames en heren, hier is het bewijsje. Oh. Even voor de duidelijkheid, die grote het is de cactus, die kleine het is ikzelf, ja? Richelity, wat gebeurt er als je van mij koopt voor 1 kameel deze stekkie van reuzencactus? Jij geeft hem heel veel, heel weinig water. Hij wordt vanzelf net zo groot als deze. 4 meter hoog, staat mooi in de tuin. Heb je thuis een tuintje? Ja, 4 meter hoog. Stel, je hebt geen tuintje, wie heeft er een balkonnetje thuis? Balkonnetje, geen probleem, alleen hij wordt maar 3 meter. Houd een keer op natuurlijk, hè. Maar hij is ook goedkoper voor jou. Voor jou is je 1 kameel, voor deze jongeman, 1/2 kameel. 1/2 kameel? Nee. 1 kameel? Niet? Richelity, mag ik jou dan toch, omdat ik het wel gezellig vind dat je bij mij op het podiumtje bent gekomen, toch even 1 dingetje aanbieden namens mijzelf? Ik vind het zo leuk dat je er bent. Jij krijgt van mij iets heel lekkers. Heb jij je wel eens gehoord van een woestijnratje? Je krijgt geen woestijnratje, wees niet bang. Woestijnratje is hetzelfde als gewoon een ratje, maar dan in de woestijn. Zij laten soms iets achter voor de andere woestijnbewoners. Lekkere keuteltje. Het mooie is, hou je niet van lekkere keuteltje? Smaakt toevallig heel erg lekker naar dropje. Hou je niet van dropje ook niet? Wil je niet hebben? Weet jij het heel zeker? Het is gratis. Gratis, werkt altijd. Dankjewel, Richelity. Rot applausje. Oei. Oké, jullie zijn volgens mij, als ik het goed zie, helemaal niet geïnteresseerd in kamelen. Jullie zijn veel meer van de geld- en goudstukken, zeker? Ja. Ah, jullie willen natuurlijk gewoon allemaal stinkend rijk worden. Had het gelijk gezegd, had ik gelijk kunnen laten zien wat ik nu ga laten zien. Want dames en heren, jongens en meisjes, ik ga jullie laten zien hoe je stinkend rijk kunt worden in 1 klap. Ik haal hier uit de kistje iets heel bijzonders. Dames en heren, let goed op. Deze sleutelbos bevat de sleutel, dit is hem, van de schatkamer van Fata Morgana. Deze is...